Vanuit de Koran en de islam wordt er heel veel voedingswijsheid gedeeld. Maar wat daarvan is nu daadwerkelijk waar? Sura 16, vers 68. Het zit in de buik van de bijen en is enorm helend voor de mens. Zo dronk de profeet Mohammed elke ochtend honingwater. En wat blijkt uit de wetenschap van nu? Het enorm helend voor je maag- en darmstelsel. En ook melk wordt expliciet benoemd in de Koran. Namelijk Sura 47, rivieren van melk waarvan de smaak niet verandert. En hier wordt natuurlijk rauwe melk bedoeld met enorm veel voedingsstoffen, wat ook bewezen is vanuit Hippocrates, grondlegger van de moderne geneeskunde, en het historische werk van Weston A. Price. Maar ook zwarte zaad wordt benoemd. Zwarte zaad zet in als heling tegen allerlei soorten kwalen, behalve de dood. Daarnaast zeg ik al jaren dat mensen geen varkensvlees moeten eten. Waarom niet? De eiwitstructuur van een varken lijkt heel erg op die van de mens. Dus het immuunsysteem ziet dit als lichaamsvreemd. En de lijst met gezondheidsadviezen in de Koran is eindeloos. Namelijk vasten. Slapen op je rechterzijde. Jezelf niet vol eten. Niet drinken tijdens het eten. En zo zijn er nog duizend aan een voorbeelden van voedingswijsheden die in de Koran staan, die de wetenschap vandaag de dag bevestigt. Welke voedingswijsheden uit de Koran ben ik nog vergeten te melden? Laat het weten in de comments. Alhamdulillah.